Of ik kan gewoon zeggen welkom. Welkom in het generalaat in Rome. Het enige huis van de orde in Italië. Ik moet ook wel letten op mijn vloms. Dat moet schoon vloms zijn. Ja, het ondertiteld. Dat er niet te veel Kempische wanklanken in komen. Als we kijken naar de structuur, dan is onze orde een federatie van zelfstandige en autonome gemeenschappen die wij kanonieën noemen. Autonoom en zelfstandig betekent dat eigenlijk elke gemeenschap binnen het kader van het algemeen kerkelijk recht en de constituties van de orde zelf haar eigen normen, haar eigen levensregeling, haar eigen discipline bepaalt. Bijvoorbeeld verregaande autonomie wat bestuur betreft. Elke kanonie heeft de eigen overste prelaat, een abt of een prior of een priorin, die met de raad eigenlijk het dagelijks bestuur van de eigen kanonie in handen heeft. Betekent autonomie wat betreft opleiding, vorming, de levenswijze van de leden, de werken, de apostolaatswerken die ze op zich nemen, ook het hele beheer van hun goederen. Dat doen ze allemaal zelf. De eenheid van de orde berust eigenlijk op het accepteren van die verscheidenheid. En ik denk dat die verscheidenheid een gegeven is bijna vanaf het begin van de orde. Er is een korte periode geweest waarin Sint Norbertus alles zelf nogal stevig in handen had. Maar vrij spoedig, toen hij aartsbisschop werd in Magdeburg, dan nam hij een deel van zijn confraters mee om daar kapittelkerken te bemannen. Een aantal van hen werden bisschop, met het oog op de kerstening van de gebieden ten oosten van de Elbe. Ad firmandum gras in cedu, sola fide sufficit. Ik denk dat die verschillen die er zijn voor een groot stuk historisch bepaald kunnen worden, maar ook geografisch, omwille van de plaats waar de premonstratenzers leven. De enige plaats waar het premonstratenserleven continu zich gehandhaafd heeft, is in het huidige Oostenrijk. Dus die hebben eigenlijk een constante aanwezigheid die eigenlijk de hele tijd vanaf hun stichting tot vandaag vrijwel ononderbroken doorloopt. Das Stift Schlegel im oberösterreichischen Mühlviertel pflegt kulturelle und historische Werte für Seele, Geist und Gaumen. Wir beginnen unsere Entdeckungstour mit den Kunstschätzen des Klosters. Na der Franse Revolutie, vanaf rond 1835, können wir sagen, worden abdijen langzaamaan weer bevolkt. Maar tegen het einde van de 19e eeuw, vanaf de 70er jaren, wordt dat een geweldig succes. Heel veel kandidaten stromen toe. En ze zijn er eigenlijk met te veel. Tezelfder tijd zijn er ook heel veel roepingen in seminaries voor diocesaan priesterleven. Er zijn eigenlijk te veel priesters. En parochiezielzorg door kloosterlingen is op dat moment eigenlijk niet zo vanzelfsprekend. Tegelijkertijd is er vanuit Rome de oproep tot religieuzen om zich in te zetten voor missionering. En zo gaan abdijen als Tongerlo apostel naar Congo, Averboden naar Brazilië, Berne
naar de Verenigde Staten. Indië is later. We beginnen daar te missioneren aanvankelijk. Hadden die missionarissen niet de bedoeling om daar gemeenschappen te stichten? Die waren missionarissen, punt. Dus die begonnen met de inrichting van missieposten, kapellen. Dus de manier waarop dat gaat, eventueel een kleine school, een dispensarium. En dan een volgende plaats. Dus die waren heel sterk gericht op die missionering. Het is pas vanaf na de Tweede Wereldoorlog dat er een bezinning komt en zegt, ja, maar eigenlijk onze bedoeling is dat wij in gemeenschap leven. En dan wordt langzaamaan dat missiewerk op zo'n manier georganiseerd dat het vertrekt vanuit een centraal huis. Maar natuurlijk, omdat die confraters omwille van hun werkzaamheden heel sterk open stonden, aanvoelden de nood van de plaatselijke bevolking, blijven die werkzaam in onderwijs, elementaire ziekenzorg en worden die missieposten kleine afhankelijke gemeenschappen van een centraal huis. Ja. En dat is een heel andere figuur dan het premonstratenserleven dat we bijvoorbeeld zien in Oostenrijk. Die Stiftsbibliothek ist so, wie sie hier gebaut ist, stammt sie aus dem 19. Jahrhundert. Die Bibliothek umfasst insgesamt etwa 100.000 Bände. Das sind Atlanten aus dem 17. Jahrhundert. Da sehen wir schon noch sehr viele unerforschte Gebiete. Werk het kan beoordelen, is bijvoorbeeld in een kanonie zoals in Orange in Californië, dat men een duidelijk meer traditioneel profiel heeft willen gestalte geven. Uiteraard zijn ook zij bepaald door hun ontstaan. Hè. Het zijn Hongaarse confraters die vanuit Csorna naar de Verenigde Staten gekomen zijn vlak voor het neerlaten van het IJzeren Gordijn. Zijn eigenlijk begonnen met onderwijs, met een school. Een echte katholieke school. En dat ligt eigenlijk aan de basis, voor zover ik weet, van de gemeenschap die eruit gegroeid is. Heel typisch is daar bijvoorbeeld ook dat hun jonge kloosterlingen, novissen en junioren, zij noemen die seminarians. En dat is omwille van die school die ze hadden. Die school was eigenlijk een soort klein seminarie. Dat zich dus richtte tot jongeren die, waarvan de ouders of de jongeren zelf, dat wil ik in het midden laten, die een gedegen katholieke opvoeding wilden. En ik denk dat dat het eigen klimaat van die gemeenschap bepaalt. Bijvoorbeeld om het klimaat van de gemeenschappen in Centraal- en Oost-Europa te begrijpen, moet men weten dat er een onderbreking is geweest. En dat bij velen van die mensen de gesloten tijd, de clandestiniteit tijdens de communistische regimes, dat dat nog altijd doorwerkt. He, want hoe hebben die abdijen overleefd in die periode? Door op parochies. Dus eigenlijk, een pastoor was ook novicemeester van één kandidaat die bij hem vorming kreeg. Kunt u voorstellen, als je gevormd wordt door één parochiepriester, die dan door de overste aangeduid is als ad hoc novicemeester, die zal danig zijn best doen, maar de vroomheid, de geloofsbeleving van zo'n kandidaat,
zal sterk individueel zijn. Ja. Dus het is niet zo vanzelfsprekend als dat ijzeren gordijn omhoog gaat, dan heb je niet meteen een perfecte gemeenschap. Dat is iets waar een aantal generaties over gaan en ik geloof dat dat nu aan het gebeuren is. Wat duidelijk moet worden is dat het mogelijk is om in een abdij in te treden. Dat is niet evident. Want van buitenaf gezien ziet je daar een monument. Ik herinner me nog heel goed de eerste indruk die ik had toen ik in Averbode kwam. Die kerk is zo hoog dat mijn eerste gedachte was, maar hier kunnen toch geen mensen wonen. Die ervaring, want dat was het, staat me nog altijd voor de geest. Ik kan nog precies wijzen waar dat ik dat had. Ik keek omhoog en ik zag die monumentale kerk en zei dat hier kunnen toch geen mensen wonen. Dus het eerste wat ik moest ontdekken is dat er wel degelijk mensen woonden en dat iemand daarheen kon gaan. Er was iemand van de school die in Averbode intrad. In mijn bewustzijn toen was ik sterk op zoek naar verdieping en wilde ik dus eigenlijk weg van een soort oppervlakkigheid. Er zat een zekere radicaliteit in. Maar het confronterende dat daar dan uit voortkomt, is dat je zelf ontdekt, het is gemakkelijker om anderen radicaliteit op te leggen dan dan zelf consequent te leven. En eigenlijk is consequent leven, dat is onmogelijk. En misschien maar goed ook. Ja. Volgens mij, maar dat is nu persoonlijk. Je kunt nauwelijks zeggen dat een abt-generaal van de Norbertijnen dit soort dingen ziet uit te kramen. Volgens mij is wezenlijk de ontdekking dat het grote, het transcendente, het heilige gebeurt in het leven zoals het is en in mensen zoals ze zijn. En niet in het leven zoals je zou willen dat het is. En ook niet in de mens die je zou willen zijn. Maar dat accepteren is een daad van nederigheid die duizelingwekkend is. Als je nergens zei, dan zei er. En dan kun je beginnen met naar het leven te luisteren. Uw leven. Het leven van de mensen om u heen, de natuur, de plaats waar je bent, de dingen die je hoort, ja, daar aandachtig opmerkzaam op zijn. En dan komen er eigenlijk brokjes van, ik zou niet zeggen van een antwoord, maar lichtvlekjes. Dat je zegt, ja ik mag er zijn. Mijn leven doet ertoe. Doet ertoe omdat er iemand is die dat wil en die mij dat constant geeft. Dat klinkt erg individueel en individualistisch, want het is in de eerste persoon enkelvoud dat ik het zeg. Maar in die ontdekking schuilt uiteraard ook dat voor andere mensen, eigenlijk voor heel de werkelijkheid die je omringt, knots hetzelfde is.
En dan zei de knock-out en dan kun je beginnen. Is eigenlijk niks anders dan langzaam het ik ontbolsteren. En als je in de kern bent, dan construeert er zich iets. Want je kunt niet zeggen van, dat bouw ik zelf op. En dan ontdekt je natuurlijk ook de mogelijkheid om van het leven van de anderen, van jezelf te houden. Je kunt niet onbewogen blijven bij die ontdekking dat je geliefd wordt. Maar die weg die ik beschrijf, is elke dag. Dus dat is een constante. Dat is stabiel als de Schelde zelf. En toch is dat in de beleving iets dat je elke dag terug, bijna van nul, opnieuw zoekt en ontdekt. Zeggen er zijn veel minder roepingen is een heel welwillende omschrijving. We zitten dicht bij nul. Dus je krijgt een heel cultuur die eigenlijk zich opent. En de kerk is daarin meegegaan. En dat was goed dat die daarin meeging. Maar ene keer als die beweging om zich te openen begint, kunnen die nog ergens stoppen? Nee. En die opening is voor een stuk de leegloop geworden, denk ik. Hoe gaat de religieuze gemeenschap zich daarin positioneren? En ik denk dat algemeen genomen de Norbertijnen zijn meegegaan volgens hun charisma, op hun manier, met hun levensstijl, in die zich verwijdende stroom. Ja? Maar dat groeit van het middelpunt weg. Dus het is duidelijk dat wij nu iets moeilijks meemaken. Denk maar eens aan onze recreaties. In de abdijen. De pogingen die we doen om met elkaar in gesprek te komen. Hoe dikwijls kunnen wij echt spreken over onze geloofsbeleving? Vrijwel niet. Omdat we zelden voorbij de dagelijkse ergernissen de oppervlakkige vormen en meningen, opinies en stellingen komen. Hè? Ook in ons midden is de vraag, wie is God voor u, wat betekent hij voor u? Is not dan. Dat is een no-go-zone. En ik heb soms zelfs de indruk gehad dat er religieuzen zijn die zichzelf die vraag zelfs niet stellen. Wij kunnen dat niet oplossen. We kunnen dat niet oplossen. We gebruiken de psalmen, we proberen die te begrijpen. We vieren de liturgie. Dus die vormen, die hebben een betekenis. Maar mogen nooit op zo'n manier gebruikt worden dat ze de draad met het leven doorknippen.
Ik word niet meer mens door een abij te dragen. Mijn abij, ja, dat is ook niet meer dan dat. Dat is een vorm. Een manier waarin ik mijn identiteit toon. Dat mijn al te barokke lichaamsvormen op een voordelige manier verhult en doet uitkomen. Ja. En als dat proper is, kom ik er goed voor. Maar het dispenseert mij niet van de grondopdracht als mens, als Jos, te luisteren naar het leven waar dat God zichzelf in meedeelt. Aan alles en om mij. Dus ja. Dus Gregoriaans is heel belangrijk. En ik zou willen dat het blijft. En dat veel mensen dat met plezier en goed zingen. Ik hou ervan. En ik kan me toch omstandigheden indenken waarin dat we zullen moeten zeggen van nee. Daar gaan we nu geen energie in steken. Als dat te veel afleidt, te veel. Ja. Maar je ziet, ja, je wordt gewaar hoe onzeker ik zelf ben in heel dit discours en hoe ik probeer. Dus ik ben eigenlijk luid op aan het denken. Wat een duidelijk een teken is dat ik het eigenlijk zelf niet zuiver weet. Lokaal verbonden identiteit is sterker dan wij gemeenschappen zelf beseffen. Een hele sterke familiale cultuur, manier van bidden, van eten, zodanig zelfs dat als je in de refter van een andere abdij komt, dat je goed moet opletten dat je niet in affronten valt, omdat je iets anders zou doen dan dat daar gebruikelijk is, waar direct de reactie op zal komen. Ja? En dat is dus nog niet missioneren, hè? In zo'n omgeving gaan we dan een paar Afrikanen zetten. Ik moet daar geen tekeningetje bij maken. Hè, want het kleine, het alledaagse is enorm belangrijk. Ik herinner me nog heel goed hoe ik als postulant in Averboden kwam en me bekeken voelde. En ik voelde me bekeken omdat ik bekeken werd. En dat duurt een heel tijdje. Eer dat iemand die ergens intreedt zegt van, ik ben hier thuis. Hoe je handen houdt, hoe je gaat, al die dingen. Hoe je in de refter zit, al die. Ja, niet zo eenvoudig. Niet zo eenvoudig, ik bedoel daarmee moeilijk. Ja. Als dan confraters van elders, als die dan in een parochie aan de slag moeten. De taal. De manier waarop mensen naar priesters kijken. Dat is in Vlaanderen uniek, hè. Hoeveel mensen spreken nu aan met meneer pastoor? Ik denk dat 80% van de mensen die je tegenkomt gewoon Johan zegt. Ja.
Voor iemand uit Kerala is dat een schok. Een schok. En zal dan ook moeite hebben om er op een goede manier mee om te gaan. Omdat dat voor hem een graad van intimiteit is die hij moeilijk kan hanteren. Laat staan als priester. Dus het is daarom dat ik op korte termijn zie ik er eigenlijk omwille van onze levensvorm niet zoveel heil in. Nu ga ik eerst een kom water drinken. Moet je ook iets drinken?